onwijs leuk om op een kunstacademie te mogen praten. Ik vind kunstacademies altijd de fijnste plekken. En ik vind het echt onwijs leuk. Het is niet zo goed voor mijn narcistische trekjes. Die probeer ik te onderdrukken. En ga je me allemaal tekenen. En nu wil ik al die tekeningen daarna hebben. En zo. Dus, nou ja, ik vind het dus heel leuk. Ik weet niet of het goed voor mij is. Oké. Ik geef best wel vaak lezingen en normaal gesproken schrijf ik nooit iets op en bedenk ik pas als ik een publiek zie wat ik precies ga vertellen. Maar ik was toch een beetje zenuwachtig van de grootheid van het hele ding van de vrijheidscolleges dat ik toch dingen heb opgeschreven. Oké. Ik wil je eerst vertellen over een ramp die ruim vijf jaar geleden heeft plaatsgevonden. Op 11 maart 2013, vond er een kernramp plaats in Fukushima. En de oorzaak daarvan was een hele grote aardbeving. Zo groot dat het eigenlijk niet kon. Ongeveer 80 jaar daarvoor had er namelijk ook zo'n grote aardbeving plaatsgevonden. En die vinden normaal maar één keer in de 40.000 jaar plaats. Dus het kon niet. Maar het gebeurde toch. Die aardbeving was zo heftig dat het leidde tot een enorme tsunami die een groot deel van de kust van Japan heeft weggevaagd. Ik heb daar een stukje over geschreven, over iets wat is gebeurd, in een boek wat ik onlangs publiceerd heet Het Gevaar van Angst. Komt-ie. En wat in dit verhaal belangrijk is om te weten, in de Japanse cultuur is heel veel respect voor regels en hiërarchie. En algemeen gezien is het zo dat wanneer iets van bovenaf is bepaald, dat je dat dan accepteert. En we zitten dus nu even net voor die tsunami. En er was een klein school bij een dorp. En niet zo ver van de kust, in een dal naast een riviertje dat uitmondde in de zee. En er waren op deze school wel eens oefeningen gedaan. En dat is niet zo gek, want aardbevingen komen vaker voor in Japan. En ook overstromingen van de rivier waren geen uitzondering. En het protocol luidde als volgt. Bij nood rent iedereen de bergen in. Op 11 maart was er nood. De grootste aardbeving ooit in Japan gemeten. Tegen alle oefeningen en gemaakte afspraken in, riep de schoolleiding de kinderen op om op het schoolplein te blijven. Dus iedereen bleef. Behalve één jongetje. Tegen de orders in rende hij de heuvels op. Dit jongetje is de enige die dit overleefde. De complete school met alle kinderen en de schoolleiding werd weggevaagd door de tsunami. Wat dit jongetje deed, druist in tegen alle geschreven en ongeschreven wetten. Maar doordat hij als enige overlevende kon navertellen wat hem werd opgedragen, procederen ouders tot op de dag van vandaag tegen deze school en haar onbehoorlijke bestuur. Bizar als je erover nadenkt. Dat je dapper moet zijn om je gezonde verstand te gebruiken. Dat er vast meer kinderen waren die hebben gedacht aan de oefeningen die vooraf waren gedaan, waarin ze toch duidelijk hadden geleerd dat ze in geval van nood zo snel mogelijk naar boven moesten rennen. Het geeft stof tot nadenken. Je niet confirmeren, je losmaken van de groep en vertrouwen op je eigen intuïtie. Dat is eng en vergt een enorme dosis zelfverzekerdheid. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat dit ene jongetje het nog ver zal schoppen in zijn leven. Wanneer je dit verhaal doortrekt en kijkt naar wat er dagelijks om ons heen gebeurt, dan is het volgen van de norm, doen wat iedereen doet, niet alleen exact wat die kinderen deden. Ze luisterden gewoon naar hun juffen en meesters, zoals het hoort. Het is hoe onze maatschappij, onze wereld, ons mens zijn werkt. Maar wie zegt dat dingen doen zoals het hoort, het volgen van de groep of de geaccepteerde normen, altijd zo'n goed idee is? Het is niet voor niets dat het verhaal over dit jongetje heel bekend is geworden in Japan.
En misschien ook wel daarbuiten. De mens is een kuddedier. En we passen graag in de groep. En als die hele groep iets doet waarvan je eigenlijk diep van binnen wel voelt of zelfs weet dat het misschien niet het allerbeste idee is, is het toch verleidelijker om wel mee te doen dan om een ander pad te kiezen. Want stel je nu eens voor dat jij als enige het mis hebt. Op 6 januari 1941 sprak president Franklin Roosevelt in Washington de State of the Union uit. Zijn reden ging de geschiedenis in als de Four Freedoms reden. En Roosevelt formuleerde 4 vrijheden die voor iedereen ter wereld zouden moeten gelden en die nog steeds actueel zijn. Vandaar deze colleges. De eerste is de vrijheid van spreken en van meningsuiting. De tweede is de vrijheid van religie. De derde is de vrijwaring van gebrek. En hij bedoelde daarmee dat iedereen een plek zou moeten hebben om te wonen en te leven. Dat iedereen toegang zou moeten hebben tot voldoende voeding en gezondheidszorg. Ik zou het willen samenvatten als een gezonde basis om te kunnen leven. De vierde vrijheid die hij formuleerde is de vrijwaring van angst. En daar wil ik het vandaag over hebben. Ik geloof namelijk dat dit de meest problematische in dit lijstje is. Want angst is overal. En dit heeft grote impact op de andere 3 door Roosevelt geformuleerde vrijheden. Want wie bang is, die durft helemaal niet te spreken. Ook niet wanneer zoiets als vrijheid van meningsuiting bestaat in de wet. En hoe vrij ben je in het leven naar je eigen geloof en godsdienst wanneer men je daar op be- of veroordeelt? Wanneer het effect heeft op het krijgen van een baan? Of wanneer je bijvoorbeeld als brave moslim hoort dat er zelfs politieke partijen zijn die stellen dat jouw geloof, de islam, gevaarlijk is. Dat er dus mensen zijn die bang voor jou zijn, puur om wat jij gelooft. Maar ook met de vrijwaring van gebrek komt het niet goed als je bang bent. Want als je bijvoorbeeld je arts niet vertrouwt, bijvoorbeeld omdat je gelooft dat hij een ander belang heeft dan jou beter maken, doe je dan wat hij of zij zegt. En wat nu als dat gebrek aan vertrouwen onterecht blijkt en je daardoor juist ongezonder wordt? Angst ontstaat vaak doordat we dingen niet kunnen overzien, niet weten of niet begrijpen. Een voorbeeld. Roken. We weten allemaal dat roken slecht is. En niet zomaar een beetje slecht, maar echt vergif voor je lichaam. We kennen de filmpjes op internet van de glazen potten met watjes waarin te zien is wat voor smerigheid het roken van sigaretten achterlaat in je longen. Het zwarte teer van 1 maand roken is zo vies dat niemand het in zijn hoofd zou halen om die troep met blote handen aan te raken. En toch zijn er best nog veel mensen die zeer regelmatig een sigaret opsteken. En dat zijn heus niet per se alleen maar hele domme mensen. En dat zijn ook zeker geen mensen die niet weten wat voor zwarte kankerverwekkende smerigheid er in hun eigen lichaam kleeft. Integendeel, ik geloof namelijk dat filmpjes waarop die ellende zichtbaar wordt, er bij sommige zeer weldenkende mensen zelfs toe kan bijdragen om door te gaan met deze zelfvergiftiging. Hoe dat kan? Want juist doordat we weten dat die sigaretten doen en begrijpen dat het funest is voor je lichaam, en juist doordat we weten hoe die zwarte teer eruit ziet, hebben we het gevoel controle over het gevaar te hebben. Gecontroleerd, zelf verkozen het gevaar betreden, voelt alsof de macht bij ons ligt. Iets gevaarlijks voelt dan alsof het eigenlijk helemaal niet zo heel erg gevaarlijk is. Je kunt er dan als roker voor kiezen om bijvoorbeeld 2 sigaretten minder per dag te roken. Je hebt dan, gevoelsmatig, door eigen toedoen het gevaar verminderd en dat voelt goed. Maar hoe zit het dan met gevaar wat we niet kunnen controleren? Omdat het onzichtbaar is bijvoorbeeld. En zoals ik zojuist al vertelde, schreef ik onlangs een boek met de titel Het gevaar van angst. En het boek heeft ook een ondertitel. En die is Hypochonderen in Fukushima.
Om dit boek te kunnen schrijven reisde ik, verspreid over 2 jaar, 7 weken door de op 11 maart 2011 door een kernramp getroffen provincie Fukushima. En deze zomer heb ik er ook een paar weken geslapen. En voor wie zich niet helemaal kan herinneren, ik vertelde dus zojuist over de tsunami die heeft plaatsgevonden door een grote aardbeving. Die aardbeving heeft eigenlijk 3 dagen voortgeduurd in nabevingen. Die aardbeving die heeft dus geleid tot een kernramp. Dus die samen heeft geleid tot een kernramp. En een deel van Fukushima, dus een provincie in Japan, moest direct geëvacueerd worden. En het was best wel moeilijk om te bedenken welk deel er nu geëvacueerd moest worden. Zeker direct nadat dit gebeurde. Dus hebben ze een cirkel van 10 kilometer hebben ze geëvacueerd. Die is later groter geworden. Maar wat ze ook hebben gedaan, rondom het gebied was een beetje rural area, dus heel veel kleine dorpjes, boerderijen, et cetera. Dus er wonen niet zoveel mensen. Maar net iets verder weg zaten wel een aantal grote steden. En nu is het zo dat er wereldwijd zijn er een soort van afspraken gemaakt wat wij een acceptabel risico vinden als we het hebben over radioactieve straling, die natuurlijk vrijkomt bij zo'n ramp. En dat acceptabele risico, en nu het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat het betekent, maar dat acceptabele risico wat we hebben afgesproken is een stralingsdosis van 1 millisievert per jaar. Onthoud dit getal. Dat betekent feitelijk dat het deel van Fukushima wat geëvacueerd moest worden, zou het deel zijn wat boven die 1 millisievert per jaar zou komen met de straling van die ramp. Maar daarmee zouden een aantal hele grote steden geëvacueerd moeten worden. En dat was niet zo handig. Dus de Japanse overheid heeft direct na die ramp besloten om dit aanvaardbare risico te vertwintigvoudigen. Naar 20 millisievert per jaar. Om het gebied wat geëvacueerd moest worden te verkleinen. Dit is beangstigend. Ik heb een vraag aan de zaal. Hoeveel mensen denken jullie dat er zijn overleden door de straling in Fukushima? Heeft iemand een idee? Roep maar. Gokje. Jij? Nee, echt niet. 500. Iemand anders. Meer of minder dan 500.000 doden in Fukushima door de straling? Meer. Wie zegt er minder? Hand omhoog. Ongeveer een derde? U zei minder. Hoeveel denkt u? Ja, sorry. 10 doden. 500.000, 10. Iemand daartussenin? 20. Iemand denkt meer dan 500.000? Oh, ik zie waar voorzichtige handjes. Oké, dit onthouden we even. Vraag 2. Het is nu 7 jaar geleden. Ik zei het 5, ik vergiste me. Hoeveel mensen zijn er daarna ziek geworden? Ik hoor nu nog vaker 500.000. Wie zegt allemaal 500.000 of meer? Hand omhoog graag. Iets meer dan de helft? Jij heeft iemand die zijn hand niet heeft opgestoken een ander idee daarover? Hoeveel mensen wonen daar? Hoeveel mensen wonen daar? Dat is afhankelijk. In Japan? Nee, in Fukushima. Fukushima is een provincie, hè? Dus bedoel je het gebied wat wel is geëvacueerd of niet is geëvacueerd? Ik weet het niet. de grote steden, dan hebben we het over miljoenen. Ja, die dus niet zijn geëvacueerd, omdat het risiconiveau omhoog is gegaan. We laten het hier even bij. Ik kom hier zo op terug. Ik kom hier nu op terug. Er zijn honderden sterfgevallen in Japan na de kernramp in Fukushima. De oorzaak is echter met name te wijten aan een communicatiefoutje. En dat zal ik uitleggen. De informatie over de ontploffingen in de kerncentrale kwamen die dagen maar mondjesmaat op gang.
En mensen aan wie was verteld dat ze hun huis moesten verlaten, die evacueerden in eerste instantie zonder te weten wat het precieze gevaar is. Dat moet ik misschien ook uitleggen. Er waren dus heel veel aardbevingen en er was die tsunami, dus er was chaos. Zo heftig, want het stormde zo erg dat de lucht letterlijk zwart zag. Dus zwierven allemaal zwarte deeltjes door de lucht. Dus mensen konden elkaar niet meer zien. Er was geen elektra, geen water, geen gas, niks meer. Dus mensen konden moeilijk communiceren. Dus er werd omgeroepen in dorpen dat mensen moesten evacueren. Maar er werd niet gezegd waarom. Mensen evacueerden echter wel, omdat dit moet gevoeld hebben, dat stel ik me zo voor, als het einde van de aarde sowieso. Door hoe het eruit zag, nog los van een kernramp. Dus dat je moest evacueren klonk sowieso niet zo gek. Even kijken. Oh ja, ik zei net dat de oorzaak een communicatiefoutje was. En een deel van de verklaring hiervoor is dat het een cultureel dingetje is in Japan om alleen informatie te geven wanneer je alles weet. En direct na de ramp was de omvang uiteraard nog niet bekend. Of, wat ook wel gebeurt, als je geen volledige informatie hebt, dan wordt er informatie bijverzonnen om toch een volledig verhaal te vertellen. En dit is exact wat er is gebeurd. Mensen kregen dus wel te horen dat ze moesten evacueren, maar er werd niet bij verteld wat er precies aan de hand was. Via via kwamen de verhalen op gang. En het viel de mensen op dat medewerkers van die kerncentrale direct veel verder weg evacueerden dan dat er gezegd werd. En zij hadden natuurlijk meer kennis dan andere mensen. En de informatie die ze hadden, die hadden ze niet gedeeld met de massa om zichzelf en hun eigen gezinnen eerst veilig te kunnen stellen. En het gevolg was dat de bevolking, zowel de Japanse overheid, die dus geen en verkeerde informatie gaf, als de eigenaar van de kerncentrale TEPCO niet meer vertrouwde. Maar dit leidde tot een massaal wantrouwen jegens wetenschappers op het gebied van kernenergie. De wetenschap die werd immers ofwel door de staat of door TEPCO bekostigd. En hiermee waren de bronnen die in principe informatievoorzienend hadden moeten zijn, uitgerangeerd in betrouwbaarheid. Het gevolg daarvan was dat mensen zelf online naar informatie gingen shoppen. En dan beland je al heel gauw in complottheorieën en doemscenario's van mensen die bijvoorbeeld ook menen dat chemtrails gifaanvallen zijn van koepelorganisaties van alle religieën wereldwijd. Overigens aangevoerd door Marina Abramovic, hoorde ik laatst iemand zeggen. Echt waar, Rob Scholten gelooft dit. Echt. Nee, echt. I'm not joking. En inderdaad, als je gaat zoeken op internet, dan zijn ook ineens alle vissen in de Pacific Ocean radioactief besmet. Uiteraard is er volgens theorieën op het internet ook gesjoemeld aan alle Geiger-tellers. Dat is het meetinstrument waarmee je de straling meet, die je in de winkel kan kopen. En is het een groot geheim dat de hoeveelheid cesium, dat is straling in voedsel, dodelijk hoog is. En het gevolg van al die verhalen die mensen online vonden, was doodsangst. Wat niet zo gek is, als je ook nog meeneemt dat radioactieve straling, in tegenstelling tot het roken van sigaretten, onzichtbaar is, geurloos is en je kunt het ook niet proeven. Radioactieve straling is dus iets met potentieel gevaar, wat we totaal niet kunnen meten zonder een speciaal meetinstrument te gebruiken. En dat meetinstrument moet je dan ook nog eens kunnen vertrouwen. En hoe weet je dat nu? Daarbovenop, als ik jullie nu vertel dat de straling in dit gebouw waarschijnlijk ongeveer 0,9 microsievert per uur is, en dat de straling in Tomioka, dat is een door de kernramp getroffen plaats in Fukushima waar ik deze zomer sliep, ongeveer 0,23 microsievert per uur is, dan hebben jullie waarschijnlijk geen idee wat dit betekent. Wel de cijfers hebben, maar geen idee wat het impliceert, creëert argwaan. En argwaan kan tot angst leiden. En dan is er nog iets. Want wanneer we iets beangstigends niet begrijpen, hebben we nog wel eens de neiging om informatie te verzinnen.
Die verzinsels, die in je hoofd ontzettend logisch kunnen lijken, worden, als je niet uitkijkt, soms door je hersenen omgevormd tot waarheid. Onderschat dit niet. Want hoewel angst iets is wat we natuurlijk niet voor niets kunnen ervaren, het is onderdeel van een oerbeschermingsmechanisme, is het niet altijd per definitie een terechte emotie. Wanneer onze voorouders door het bos liepen en er kwam een beer aan, dan voelden ze angst. En die angst maakte dat ze snel konden reageren. Wegrennen, in een boom klimmen, weet ik het. Maar angst wordt pas problematisch wanneer het probleem niet helder te definiëren valt. Want dan weet je niet wat je moet doen of het terecht is. Zoals radioactieve straling dus. En dan is angst een gevoel wat zo sterk kan worden dat het andere gevoelens en ons gezonde verstand uitschakelt. En zo kan het gebeuren dat angst je hersenen in rare, onware scenario's laat geloven. En die zouden de angst zelfs kunnen vergroten. En ik zal een voorbeeld geven van wat er in Fukushima is gebeurd, bijvoorbeeld. Er zijn dus heel veel mensen geëvacueerd en ik sprak op een gegeven moment met een studente die naar Tokio was verhuisd. En in Tokio is ze gaan studeren, maar zij durfde daar aan niemand te vertellen dat zij uit de provincie Fukushima kwam. Waarom niet? Omdat mensen in Tokio, trouwens sowieso heel veel mensen in Japan, denken dat radioactiviteit iets besmettelijks is, als een virus. Dat is niet zo, dat is onzin. Maar er is een enorme pestcultuur in Japan en ja, iedereen wantrouwt alles rondom die ramp en ook alle informatie dat ja, mensen geloven dat toch, dus je kunt het eigenlijk niet vertellen. En nou ja, omdat jullie denk ik ook geen experts zijn op het gebied van radioactieve straling, misschien is het goed als ik even kort uitleg hoe straling nu werkt. En als er hier wel een expert zit, die zal mij ongetwijfeld vertellen, nou Tink, het werkt net iets genuanceerder, dat is waar. Ik ga dit nu even in Jip en Janneke taal doen, oké? Dat we de basis begrijpen en dit kunnen jullie nadoen ergens anders. Goed. Radioactieve straling is niet een virus of iets dergelijks. Het is ook niet een gas. Het zijn deeltjes. Die zijn heel erg klein, maar in theorie zou je ze vast kunnen pakken. En ik had nu bedacht, ik heb net dit mooie speldje gekregen, die jullie straks allemaal moeten kopen, hoorde ik. Maar dit speldje dus heb ik hier. Dit is nu een stralingsdeeltje. Dit is radioactieve straling. En ik heb het, dus dat betekent dat ik, nou ja, ik ben dus radioactief besmet, soort of. Want ik heb hier straling. En hoe meer van die deeltjes, zeg maar, hoe ja, meer straling en hoe risicovoller het is. Maar het is vast te pakken en dat betekent dat het dus te verplaatsen is. Dus ik ben nu radioactief besmet, maar nu niet meer. Dat is radioactieve straling. Dit is duidelijk, toch? Je kunt het dus opruimen, dat gebeurt ook in Fukushima. Even kijken, oh ja. Die honderden doden na de kernramp in Fukushima, die ik zojuist noemde, dat zijn allemaal sterfgevallen ten gevolge van stress. Mensen in Japan, vooral in de provincie Fukushima, zijn zo ontzettend bang geworden door die hele situatie. En vertrouwen zo erg niet meer op de bronnen die normaal gezien betrouwbaar zouden moeten zijn. Dat ze zoveel stress hebben ontwikkeld dat er honderden doden zijn gevallen ten gevolge van die stress. En dan heb ik het over hartaanvallen, maar ook mensen die zo gestrest zijn dat ze gewoon van een gebouw afspringen. Dat is echt waar. Die cijfers zijn bekend. Dit is aan de hand. En om terug te komen op de vragen die ik jullie stelde. Er is niemand overleden door straling. En er zijn, voor zover bekend, 0 mensen ziek geworden. En op dit moment is er ook geen reden om aan te nemen dat dat nog gaat gebeuren. 0. Angst kan dus leiden tot gedrag of een dusdanig stresslevel dat je eraan dood kan gaan. Dit is genoeg Fukushima. Ik maak een sprongetje naar de politiek. Ik hou er erg van politiek. Stel, hè? Kunnen we het aan, deze sprong? Ja? Stel. We gaan er even vanuit dat politieke uitspraken per definitie effect hebben.
Hou dit even vast. De NPO, de publieke omroep, die is afhankelijk van publiek geld en daarmee dus van de politiek. En wanneer korting op financiën dreigt, past de publieke omroep in Hilversum zich aan het klimaat in Den Haag. Dat is nu aan de hand. En dat klimaat is volgens mij vervlakking. Voorbeeld. Talkshows nodigen standaard iemand uit die heel erg extreem ergens tegen is en iemand die extreem ergens voor is. Iemand die heel erg iets wel gelooft en iemand die iets niet gelooft. Terwijl het genuanceerde, logische, breder midden, het beter geïnformeerde midden overigens ook, dat blijft thuis, want het is niet interessant voor televisie, want het moet voor en tegen zijn. En wetenschap wordt dan een te ingewikkelde mening. De onderbuikgevoelens van het volk zijn dan feiten en, het is misschien nog wel het ergste, Marianne Zwagerman wordt klimaatexpert. Jesse Klaver's documentaire wordt linkse propaganda die niet op televisie mag. Maar een film over Geert Wilders is de vrijheid van meningsuiting en die moet gedeeld worden. Ik maak nog een sprong, ik spring graag. Ik maak een sprongetje naar NGO's. Dus organisaties die niet van overheid afhankelijk zijn. Goede doelen. We hebben er in Nederland op papier meer dan 5000. En dat is extreem in de wereld. Procentueel gezien is dat heel erg veel. Maar in de praktijk is dit aantal bijna nihil. En hoe kan dat nou? Want NGO, non-governmental organization, die krijgen wel degelijk overheidsgeld in de vorm van allerlei subsidies. Heel vaak. En dat lijkt heel mooi. Het is misschien in de kern ook heel mooi en belangrijk. Maar er is ook een keerzijde. Want hierdoor is bijna niemand meer daadwerkelijk onafhankelijk van de gulle hand van Den Haag. En het gevolg is dat juist organisaties die stelling in zouden moeten nemen over allerlei zaken, dit niet meer durven. Je kritisch uitlaten tegen het politieke klimaat in, betekent namelijk waarschijnlijk korting op je financiën. En dat is iets wat slechts enkele zich kunnen veroorloven. Een keuze voor aanpassing van je doelstellingen is dan gauw gemaakt. We gaan naar de kunsten. Ik ken een kunstenaar en die kreeg een aantal jaar geleden 10.000 euro subsidie. Voor een beetje een geheim project. Hij had zelf de directeur van een kunstfonds gebeld en gezegd, dit is heel geheim, dus ik wil de aanvraag niet op papier doen, ik ga dit mondeling doen. En hij kreeg de 10.000 euro. Ik was erbij. Dus het is waar. Hij kreeg dit geld voor een project waarin hij de gronden op basis waarvan organisaties het stempel terroristisch krijgen, wilde bevragen. Het kan namelijk nogal uitmaken vanuit welk perspectief je organisaties bekijkt, wil je tot het dergelijk oordeel komen dat iets een terroristische organisatie is. En voor zijn project stuurde hij 14 organisaties, dus op papier terroristische organisaties, uit de Europese terreurlijst een bedrag in contanten. Hij documenteerde dit en maakte er een boekje van. En dit boekje zou samen met een tentoonstelling over het project gepresenteerd worden. Maar op het allerlaatste moment bedacht hij zich. De consequentie van dit werk kon namelijk zijn dat hij nooit meer subsidiegeld zou krijgen. De expositie werd gecanceld, de boekjes vernietigd. Ik heb er nog één. Ik ga niet vertellen van wie het is. Want dan krijgt hij nooit meer subsidie. Kijk, het is natuurlijk niet alleen de politiek die indirect invloed heeft op ons handelen. Van de televisie, wat er wordt gemaakt, van NGO's. Allerlei belangen overal.
Want wie verder kijkt en graaft belandt al snel in de dilemma's die onderlinge verhoudingen zowel tussen mensen als organisaties teweegbrengen. En ik zei al, de mens is een kuddedier. En de angst om buitengesloten te worden kan maken dat we de groep volgen, tegen ons gezonde verstand in. Maar ook organisaties en goede doelen kampen met sociale of diplomatieke dilemma's. En één voorbeeld, en daar moest ik aan denken vandaag, want ik schreef er vorige week een artikel over, is over een paar weken is het 5 jaar geleden dat er textielramp in Bangladesh plaatsvond, de Rana Plaza ramp, hebben jullie misschien wel van gehoord. Het is een heel groot fabrieksgebouw, is ingestort, 1138 doden. Ik ben daar geweest, een jaar na de ramp. Deze ramp heeft geleid tot een situatie waarin voor het eerst wereldwijd allemaal brancheorganisaties gingen samenwerken om die textielindustrie beter te maken in Bangladesh. En dat leidde tot het Bangladesh Akkoord. Het is een convenant wat labels kunnen tekenen. En het is een bindende afspraak waarin ze eigenlijk zeggen dat zij ervoor zorgen dat mensen een eerlijk loon krijgen, gebouwen waarin hun kleding wordt gefabriceerd veilig is, met branduitgangen, et cetera, et cetera. Ik was op die plek een jaar na de ramp. En wat ik niet wist, maar wat ik daar hoorde, ongeveer 400 lichamen van mensen zijn nooit geborgen. Ongeveer 3 weken na die ramp zijn mensen ervan uitgegaan van, er is niemand die nog leeft. Dus we kunnen eigenlijk de hele grote brokken met puin, we hebben het hier over een gebouw van 11 etages, kunnen we wel gaan opruimen. Maar er misten dus nog 400 lichamen. Die grote brokken zijn met graafmachines weggehaald en wat daar nu over is, is een plek ongeveer zo groot als, ik denk, 3 voetbalvelden. Vol met puin, kledingresten, labels, botten van mensen. Als je goed zoekt. En ik vond daar heel veel labels van het merk Mango. Wat er ook gebeurde, daar lopen allemaal mensen rond, huilende vrouwen, vooral met papiertjes, met foto's van mensen die zijn overleden, die nooit zijn gevonden. En die klampen je dan aan. En die willen aandacht voor die situatie. Ze hebben geen compensatie gekregen. Het is allemaal heel, heel akelig. Maar wat die mensen op een gegeven moment gingen doen, ze begonnen mij botjes te brengen van overleden mensen. Botjes die daar dus tussen het puin, tussen de labels van onder andere Mango lagen. En die mensen hebben mij gesmeekt of ik alsjeblieft die botten mee wilde nemen naar Nederland om de wereld te laten zien wat daar gebeurde. Beetje lugubere vraag. Maar op het moment dat er huilende mensen om je heen staan en ze klampen je botten in je handen en je moet het meenemen, dan kun je geen nee zeggen. Dat is dan het allerslechtste wat je kunt doen. Dus natuurlijk neem je het mee. Het alternatief zou zijn teruggooien tussen het puin. Dus ik heb het meegenomen en ik heb het inderdaad ingelijst samen met de labels van de merken die ik heb gevonden daar. Voor mij was wat dat betreft van op dat moment Mango evil als bedrijf. Maar dat werd erger toen ik hoorde dat Mango weigerde compensatie te betalen voor de slachtoffers. En verschillende organisaties hebben 2 jaar moeten lobbyen bij Mango tot ze eindelijk een klein beetje wilden betalen. En dat hebben ze gedaan in het geheim, als in dat het bedrag wat ze hebben gestort geheim is. Maar er is natuurlijk een saldo voor en na storting. En daardoor weten we dat het minder dan $100.000 is wat ze hebben betaald. Pas begin dit jaar hebben zij het Bangladesh-akkoord getekend. Daar hebben ze dus bijna 5 jaar over gedaan. En ik had hier contact over met een aantal organisaties die zich bezighouden met eerlijke lonen, rechten voor arbeiders, et cetera. En ik weet dat Mango op een targetlijst stond van slechte bedrijven, samen met Primark, net zo slecht. Maar omdat Mango dit akkoord eind januari tekende, moesten ze van die targetlist af. Waarom? Ja,
Nu is dat akkoord getekend en dan moet je dus gaan samenwerken. En hoewel Mango niet per se nu ineens heel goed is, sterker nog, dit kun je greenwashing noemen. Het is eind deze maand, het is 5 jaar na de ramp, dus er komt heel veel aandacht voor wie heeft dit akkoord wel of niet getekend. Ze waren de enigen die hebben geweigerd. Dus dan is er heel veel negatieve aandacht voor Mango, dus ze moesten wel. Nog los van het gegeven dat dit akkoord alleen voor Bangladesh geldt. Dus Mango kan, en dat wordt door heel veel andere bedrijven al gedaan die het akkoord hebben getekend, makkelijk gaan produceren in Myanmar of in India. En dan, ja, daar is geen akkoord. Dus dan hoef je ook geen zorgen te maken over mensenrechten. Die organisaties, die NGO's, kunnen daar helemaal niks mee. Want ja, dan ben je gewoon helemaal je aansluiting kwijt. En op het moment dat je publiek gaat maken dat labels die zo'n akkoord hebben getekend gewoon in een ander land kunnen gaan produceren, maak je je eigen akkoord waardeloos. Dus dat kan ook niet. Even kijken waar ik was. Oh, redelijk op schema. Goed. De consequentie is nu echter wel dat consumenten waarschijnlijk denken dat elk bedrijf wat dat akkoord heeft ondertekend oké is. Dat is een hele vervelende positie, want die organisaties die erover gaan, die kunnen niet zeggen dat het niet oké is. Maar ja, wie dan wel? En ook journalistiek is het een hele moeilijke kwestie. Want de transparantie in de kledingsector, die is er gewoon niet. Kledingbedrijven weten niet precies waar hun kleding wordt geproduceerd, behalve als ze zelf fabrieken hebben. Maar dat gebeurt bijna niet. En voor die merken zelf is het ook niet te achterhalen, omdat er allemaal verschillende bedrijven weer tussen zitten. Dus je geeft de opdracht om bijvoorbeeld een t-shirt te maken aan een bedrijf, en dat zet het weer uit naar een ander bedrijf, en dat weer naar een ander bedrijf. En dan heb je natuurlijk het maken van de stof, het verven, de prints, het in elkaar naaien, het inpakken, etc. Dus die keten is zo breed dat je het niet weet. En vermoedens, ook al zijn het terechte vermoedens, zijn nooit voldoende om daar journalistiek iets mee te doen. Dus de journalistiek is hier soort van uitgerangeerd. Kan echt bijna niks. En hier ligt de schone taak voor de kunsten. Want schrijvers, fotografen, filmmakers of wat voor medium de kunstenaar maar gebruikt, de kunst mag altijd een verhaal vertellen. Sterker nog, ik denk dat dat het doel is van elke kunstenaar, namelijk het vertellen van een verhaal, wat het verhaal ook mogen zijn, wat voor medium je ook gebruikt. En ook al is dat verhaal er één waarvan we nog niet alle kanten hebben kunnen belichten. De kunstenaar mag namelijk gewoon vragen stellen en die openlaten. De kunstenaar mag laten zien wat we niet weten. En de kunstenaar mag zelfs zijn eigen gebrek aan kennis tentoonstellen. Mits, een hele grote mits, hij of zij totaal onafhankelijk durft te werken. Wars is van redacties. In het geval van schrijvers, bijvoorbeeld illustrator. Niet bang is voor het mislopen van subsidies. Zichzelf losworstelt van zijn of haar eigen kuddedier-DNA, onbevoordeeld en onbevangen naar de wereld kijkt, zich niet laat leiden door alleen dat wat de kranten, het internet of televisieprogramma's vertellen. Goed kijkt, goed luistert, geen enkel conflict of meningsverschil schuwt, maar dan die paar mensen die overblijven. Wordt kunst het allerbelangrijkste en zou de kunst wel eens wereldreddend, of in ieder geval de beschermvrouwen van de 4 vrijheden van Roosevelt kunnen zijn. Want, het is mijn laatste blaadje. Kunst, en ik ga nu iets heel belangrijks zeggen. Kunst moet je zien als een motortje wat ervoor zorgt dat de hersencapaciteit waarover iedereen beschikt gaat draaien. Ook als dit even was geblokkeerd door angst. Het zet je brein aan het werk. En hoe vaker dat gebeurt, hoe soepeler de boel in je bovenkamer gaat functioneren. Censuur in de kunst,
Ook al is het zelfcensuur, omdat de kunstenaar zelf bang is dat te doen wat hij of zij eigenlijk noodzakelijk acht, zet die motor uit. Tel daarbij op. De versimpeling van televisie en de verslapping van goede doelen. U wordt dommer. U stemt dommer. Dat is de impact van angst. En vergis u niet, want politiek en politieke uitspraken hebben per definitie effect. En de vrijwaring van angst wordt daarmee een voorwaarde voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van religie, de vrijwaring van gebrek en alles waardoor wij ons vrij kunnen voelen, waardoor we gelukkig kunnen zijn en waardoor we verstandig met elkaar en voor deze wereld kunnen zorgen. Tot het einde.